Plantage Allianz in Kommewijnen is gisteren voorzien van een nooddam, laat districtscommissaris van Kommewijnen Mohamed Safiq Rajab vandaag weten in een gesprek met onze nieuwsdienst. Nadat de plantage gisteren de gevolgen van een dambreuk moest incasseren, is het gebied weer droog. De burgervader liet weten dat een contractor vandaag de werkzaamheden voortzet om de dam volledig te herstellen. Hulpdam die ik heb laten maken, heb ik in de avonturen en vanmorgen ook gebeld. Het is aardig gelukt en ik denk dat die nog kan blijven en de aannemer zal het werk dan niet moeten haasten om te klaren, maar dat het werk wordt gemaakt zoals het gegund is, zoals het verankerd is in zo'n bestek. Dus ik zal straks daar gaan en ik ga ook met de aannemer praten, maar dat heeft geen haast meer om te zeggen van ik maak het werk en ik ga weg en dat hoor je morgen, het was een prullenwerk. Begrijpt u? Ja, ja, ja. Dus ik zal dan die bestek onder ogen krijgen en dan ga ik kijken. Door de dambreuk zijn de meeste huizen op plantage Allianz volgens DC Rajab voor 1 meter onder water gelopen. Hierdoor zijn veel elektrische apparaten stuk gegaan. Minister Bronte Somoharjo en kolonel Jerry Slijgaard van het NCCR hebben gisteren Allianz ook aangedaan. Minister Somoharjo verzekerde de bewoners dat ze de nodige hulp zullen krijgen. Ook DC Rajab heeft opgeroepen voor hulp. Dat is dus beleid. Ik heb als verantwoordelijke van het district reeksopnames opgenomen van al die mensen die naar de schade hebben opgelopen. NCCR idem. Gisteren waren ze al bezig, NCCR huis aan huis. En ik heb begrepen, Rode Kruis gaat vandaag ook. En de minister Bisa was daar. Ik heb toen hem ook gevraagd om dan in die RVM gelijk te praten om te kijken hoe ze deze mensen tegemoet kunnen komen voor compensatie. Want ik ga ook bijvoorbeeld van mijn zijde bellen naar eventueel mensen die in de koeltechniek zitten, want heel wat mensen hebben vriezer daar en die mensen leven meer uit jacht en visvang, dus ze hebben die vriezer dringend nodig. Dus ik ga even vragen om te checken dat er bijvoorbeeld een serviceagent of wie dan ook daar gaat om voor die mensen te checken of eventueel te verhelpen met hun ijskasten of vriezers. In samenwerking met enkele organisaties zijn er gisteren voedselpakketten verstrekt aan de bewoners van Allianz.